Goedemiddag, dit is het nieuws van 3 uur met Daan en Joost. En in de headlines, de kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter, 4000 doden bij bouwstadions in Qatar en Katja strijdt tegen eenzaamheid. Maar we beginnen eerst met de voedselbank. Helaas worden de armen steeds armer en de rijken steeds rijker. Het verschil wordt steeds groter, sneller dan gedacht. Dit blijkt uit onderzoek van het Amsterdamse Instituut voor Arbeidsstudies. De huishoudens met het laagste inkomen zijn er de laatste 35 jaar 30% op achteruit gegaan. De inkomensgroepen daarboven zijn er juist vooruit op gegaan. Wat betekent dit voor de voedselbanken? Daphne en Josien hier, wij staan bij de voedselbank. Meneer, merkt u dat er meer mensen die pakketten nodig hebben op het moment? Wij hebben in Zwolle hele lange tijd gehad dat we 80 pakketten klaar moesten maken. Dat is na de activiteiten, na de televisieoptredens van René Vroeger en de inzet van de crisis in 2009 is dat naar zo'n 200 gegaan. En het afgelopen jaar, november en december, is het naar de 300 gegaan. En we zijn een beetje bang dat vanwege alle overheidsmaatregelen het wel eens weer zou kunnen groeien in november en december. Aldus Admarijs, penningmeester en de secretaris van de Voedselbank in Zwolle. De onderwijsinspectie gaat opnieuw in de fout. Deze keer in Rotterdam op het IBN Galdoen. Een anonieme brief van een docent over de slechte kwaliteit van het onderwijs bleef lange tijd onder de deurmat verborgen. De onderwijsinspectie was al lang op de hoogte van de problemen, maar deed er pas iets mee nadat de examenfraude aan het licht kwam. De NRC kreeg de brief in handen. IBN Galdoen-leerlingen kregen bewust makkelijke toetsen en werden bevorderd terwijl ze eigenlijk zouden moeten blijven zitten. Ook wordt er tussen de leerlingen en docenten onderhandeld over de cijfers. Het ministerie laat de fraude bij IBN Galdoen en de rol van de onderwijsinspectie analyseren. Ja, en dan een opmerkelijk bericht. Een Chinese vrouw heeft na een conflict met haar schoonzoon en haar dochter een bizarre maatregel genomen. Ze liet de auto van het echtpaar op haar eigen dakterras zetten. De ruzie zou zijn ontstaan omdat de man en de vrouw de moeder omgerekend nog zo'n 1200 euro schuldig waren. Omdat deze schuld niet werd afgelost, besloot de moeder de dure Audi van het paar in beslag te nemen. Omdat haar schoonzoon de sleutels nog had, heeft ze de auto met een kraan 5 verdiepingen hoog laten takelen. Hoeveel het de Chinese vrouw heeft gekost om de auto op te laten hijsen, is nog niet bekend. En dan nu een triest bericht uit Qatar. In Qatar valt er gemiddeld 1 dode bij de bouw voor stadions voor het WK 2020. De afgelopen 2 maanden zouden er 44 werknemers zijn omgekomen. Dit blijkt uit cijfers van de Nepalese ambassade. Het gaat dus vooral om Nepalese werknemers. De internationale vakorganisatie ITUC heeft onderzoek gedaan. In dit onderzoek staat dat er in totaal 4000 medewerkers om het leven komen wanneer de situatie niet wordt verbeterd. Ze sterven aan hartfalen, hartaanvallen en arbeidsongevallen. Het stadion in Qatar wordt gebouwd voor de wereldkampioenschap in 2020 en dat gaat dus niet zonder slag of stoot. Terwijl de temperatuur in Qatar kan oplopen naar zo'n 50 graden, hebben de arbeiders nauwelijks drinkwater en moeten ze om hun voedsel bedelen. Tot overmaat van ramp wordt hun salaris ook nog ingehouden, waardoor ze niet weg kunnen en maanden op hun salaris moeten wachten. Het is een moderne vorm van slavernij volgens de International Labour Organization. We vroegen hoe dit kon gebeuren en dit deden we bij de KNVB. Ja, dat kan je eigenlijk niet aan ons stellen. Wij zijn niet degene die bouw organiseren. Dus dat, ja, hoe het komt dat er daar mensen overleden zijn. Maar de FIFA die heeft de opdracht gegeven, toch? Voor het bouw van het stadion? Nee. De FIFA organiseert het WK. Maar uiteindelijk is het land natuurlijk degene die zorgt voor de infrastructuur. En of er wat aan gedaan wordt. Nou, we hebben gisteren begrepen dat de FIFA verontrust is over de berichten die in de media zijn verschenen. En dat zij ook Qatar om opheldering gaan vragen. En zij zullen ons, net als alle andere voetbalbonden, op de hoogte houden wat daaruit komt. Kerkdiensten voor atheïsten. Het klinkt als nieuw, maar in Engeland is het al behoorlijk populair. In de kerkdiensten wordt een seculiere preek gehouden en worden er positieve liederen ter gehoor gebracht. Volgens de initiatiefnemers maken ze gebruik van het goede dat religie te bieden heeft. Door het succes gaat de kerkdienst voor atheïsten nu internationaal. Zowel in de Verenigde Staten als in Australië zullen binnenkort atheïstische kerkdiensten gehouden worden. In Nederland is een atheïstische kerkdienst voorlopig nog niet aan de orde. De woordvoerder van het Atheïstisch Verbond meldt dat een dergelijke dienst
te veel op een religieuze bijeenkomst lijkt. Het verbond is dan ook niet van plan om een bijeenkomst te organiseren. Mocht er echter veel vraag naar komen, dan wordt een ander besluit heroverwogen. De mensen die afgelopen weekend konden ontsnappen uit het winkelcentrum in Nairobi hebben erg veel geluk gehad. De 13-jarige Samreen Sulemandi, die in het winkelcentrum was, overleefde het drama. Met de ouders besloot ze te rennen voor haar leven. I grabbed my mom's hand and we started running and I asked her if this was real and she said she didn't know. And I thought that we were all just gonna go someplace really terrible. Voor de mensen die niet zo ver kwamen, liep het anders af. Volgens een arts zouden de terroristen de gijzelaars op een gruwelijke wijze hebben gemarteld voordat ze werden gedood. Het exacte aantal doden van het drama staat nu nog op 67. Volgens het Keniaanse Rode Kruis worden er nog 61 mensen vermist. En dan nu een bericht over de o zo goed heiligman. Want niet voor iedereen is Sinterklaas dit jaar een groot feest. De verstandelijk gehandicapte Jelko Kooistra mag niet aan boord tijdens de intocht in zijn stad Groningen. Dit wil de omroep NTR niet hebben omdat ze alleen professionele mensen aan boord willen. Hierdoor is Jelko ontroostbaar omdat hij al jaren vaste gast is op de pakjesboot. Dat de omroep NTR een gehandicapte weigert op de pakjesboot. Dat is helemaal niet zo. Nee? Nee hoor, die gehandicapte die mag er gewoon mee. Dus Jelko kan gewoon mee bij de intocht? Ja, nee, die werd gesuggereerd dat Jelko niet welkom zou zijn op de stoomboot. Ja. En toen is het naar de NTR doorverwezen, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor de figuranten tijdens de intocht. Wie dan wel? Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken in Groningen, die verzorgt jaarlijks de intocht. En die is verantwoordelijk voor de boten. En de volgboot, waar Jelko de voorgaande jaren in meevoer in Groningen, die valt dit jaar af. Maar Jelko van harte uitgenodigd om op een van de andere boten mee te varen. En dan nu een bericht over de beste hogeschool uit Nederland. De gereformeerde hogeschool staat hier in Zwolle. Dat is door Maandblad Elsevier. Besloten. We stuurden onze verslaggevers op pad om achter de geheime formule te komen van deze school. Wat maakt deze school nou de school, Linda? De school, nou, ik denk dat studenten heel erg goed contacten opbouwen hier, zowel onderling als met docenten. Het komt natuurlijk, het is een vrij kleine school. Dus nou ja, ik weet dat de meeste docenten mij gewoon bij naam kennen, weten wie ik ben. En dat maakt voor jezelf dat je je fijn voelt en dat je waarschijnlijk, denk ik, ook op stage die dat gevoel meeneemt. En jullie hebben gisteren hebben gehoord al chocola en dergelijke gehad. Gaat er nog meer in gebeuren met dit grote nieuws eigenlijk voor jullie? Nou, ik hoop dat er elke dag zo'n bak met chocolaatjes staat. We kunnen elke dag wat chocolaatjes pakken. Nee, maar vorige keer dan hadden we allemaal taartjes en zo. En omdat we toen ook beste hogeschool of de beste middenhogeschool waren. Dus er was ook 1,5 feest. Dus wie weet komt er nog een feestje. Uw leerlingen gaven het al aan dat deze school klein is en compact, maar daardoor is het contact ook heel goed met de leraren. Zet u zich ook in voor de leerlingen? Ja, ik kan wel goed volgen dat studenten zich hier persoonlijk wel goed benaderd voelen en dat dat heel erg invloed heeft op hoe ze de opleiding ervaren. Want persoonlijk contact is wel een heel sterk punt en daar zet ik mezelf ook voor in. Ja, ik bedoel, ik probeer in ieder geval alle studenten die ik lesgeef bij naam te kennen en dat ook vooral te onthouden. Het is eigenlijk gewoon piece of cake dit. En we hebben een jager. Google bestaat alweer 15 jaar. Het bedrijf heeft voor deze gelegenheid in een spelletje in het logo verwerkt en een zogenaamde Easter egg gemaakt. Wanneer je Google in 1998 intypt, krijg je de eerste website van Google in beeld. En dan nu een berichtje over condoomgebruik. Volgens artsen is condoomgebruik niet altijd noodzakelijk. Artsen hebben ontdekt dat zonder condoom vrijen voor HIV-patiënten mogelijk is. Wanneer de HIV-patiënten namelijk trouw HIV-remmende pillen slikt, is de kans op besmetting kleiner. De kans is er nog wel, maar deze is heel erg klein. En dit werkt alleen echter wanneer beide personen monogaam zijn. De wereld... Het is de week tegen eenzaamheid. Velen denken dat eenzaamheid alleen voorkomt bij de ouderen, weduwen achter de geraniums. Maar het tegendeel is waar. In Nederland wonen te veel mensen die eenzaam zijn. In de groep van 18 tot en met 35-jarigen is dit maar liefst 30%. En Katja Schuurman wil hier verandering in brengen. Ze opende de week tegen eenzaamheid op het Nationaal Eenzaamheidscongres. Onze verslaggevers Judith en Anke spraken Katja en vroegen haar op welke manieren zij strijdt tegen dit taboe.
dit soort dingen, zoals zo'n congres leiden, dat doe ik met heel veel liefde. Het moet ook passen bij mij. Ik ben een poosje geleden, zoals ik in het begin ook van het congres vertelde, voor Humanitas meegelopen met zo'n maatjesproject. Het is al mentormaatjes, waarbij een jongere gekoppeld wordt aan een eenzaam jonge vrijwilliger, aan een eenzame jongere. En dat heeft enorm veel impact, heb ik mogen zien. Want zoals deze jongen waar die ik dan bezocht, die was... Ja, die was echt wel ontspoord. Het ging heel slecht met hem op school. En door dit contact is hij er eigenlijk bovenop gewoon. Het gaat echt goed met hem. Dus dat zijn hele bijzondere dingen. En daar loop ik mee en dan kan ik daar vervolgens weer wat over vertellen en interviews over geven. Dat gaat bij mij, heeft dat dan snel wat meer impact, aandacht. Ja, zo gaat dat dan. Dus op die manier zet ik me ervoor in. En daarnaast, omdat ik er nu zo meer mee bezig ben, door met deze aanleiding, kijk ik ook ietsje zorgvuldiger om me heen. En probeer ik daar waar ik kan ook mensen waar ik wat eenzaamheid bij herken, te kijken of ik daar iets voor zou kunnen betekenen. En dat kan zo simpel zijn als iemand gewoon een keertje uitnodigen. Het hoeft allemaal niet heel ingewikkeld. Je hoeft niet gelijk 3 keer in de week dingen te ondernemen. Het is gewoon, nodig iemand een keertje uit als je toch al een feestje hebt of zo. De wereld als een badkuip. De 18 meter hoge badeend van de Nederlandse kunstenaar Florentijn Hofman reist de hele wereld over. Zo is hij bijvoorbeeld al in Taiwan geweest. Hier heeft het gele kunstwerk 500.000 bezoekers getrokken. Vandaag vaart de eend richting de Verenigde Staten. Met de eend wil Hofman de aandacht weghalen bij de conflicten in de wereld en natuurlijk een grote glimlach op het gezicht van de mensen bezorgen. Hij was een hele goede vriend van mij. Hij is mijn heel trots op hem. Ja, doei! Ja, en dan hebben we nog het weer met Noralie. Ja, dit is het weerbericht voor vandaag en morgen. Vandaag blijft het zonnig en droog. Deze middag lopen de temperaturen uiteen van 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oosterwind. In de nacht zal het helder zijn. De temperaturen lopen uiteen van 9 graden aan zee tot 3 graden in het oosten. Morgen zal de minimumtemperatuur tussen de 5 en 7 graden liggen. De middagtemperatuur ligt rond de 16 graden en er is een zeer kleine kans op neerslag. Ja, lieve luisteraars, dit was het weer, het nieuws. Wij bedanken jullie en we wensen jullie een heel erg fijn weekend toe. Fijn weekend. Tot ziens. Doeg.